politiepost de Stelling liggen in Tjerpstra. Ja, Bakema, waar is er een hand, jong? Wat? Een tijdbom bij Paul 9? Zo, dat is een goede vangst, jong. Zeg, waar sta je er nou mee? Wat? In telefooncel. Hij monneert hem. Nou, dat is goed opgelost, Bakema. Hè? Huh? Nee. Nee, jong, echt niet. Nee, zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren, hoor. Zeg, Bakema, dan moet je me horen. Nou, wel toevallig dat ik hier een boekje heb liggen met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog. Met alle demontages erbij. Als je nou even geduld hebt, dan kunnen we dat ding zo samen aan de hand van dat boekje even onschadelijk maken, hè? Ja. Hm? Nee, je komt niet naar je toe. Nee, je komt ook niet hier naartoe, maar dat ding. Nee, je blijft op je post. Ja, daar kunnen we zenuwachtig van worden, maar daar hebben we allemaal niks aan maken, hè? Maar jong, ik loop één vuur risico als jij, hoor. Want ik heb uiteindelijk de verantwoording in de zaak. Kijk eens, Bakema, als dat ding onder je arm ontploft, moet ik toevallig op matje komen, de commissaris, niet jij. Nou goed, vertel me nou eens een, Bakema, of er iets op staat op die bom. Dan kijk ik voor je in dat boekje van na wat voor type of het is. En dan geef ik je de demontatie telefonisch even door en is de zaak zo geregeld. Ja, kijk maar even. Ja, dat stond er altijd op, Made in Germany. Ja, dat stond er altijd op in het Engels, ja. Ja, kijk, dat was een soort beleefdheid tegenover de mensen die hem toegezonden kregen. Dat is een goeie, Bakema. Ja, die is van mezelf, hoor. Oh, ik heb er niet in lachen. Ja, nou moet je toch eens één ding van mij aannemen, Bakema. De snelste manier om promotie te maken bij de politie is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieur, jong. En dat is in vele andere bedrijven ook zo. Maar goed. Vertel me nou eens één, Bakema, of er ook iets anders op staat. Iets van serienummer of zo, met een letter erbij. Want kijk eens, dat boekje van mij, dat heeft een zogenaamde diabetische volgorde. En dan kan ik voor je nakijken, begrijp je wel? Wat? De X-772. Nou, daar heb ik meer dan. Ja, is X-772. Als je nou even geduld hebt, ga ik het even voor je nakijken. Huh? Nee, jong. Als dat ding vluggen gaat tikken, maakt ook niks uit. Nee, echt niet, jong. Nee, echt niet. Ik weet er toch alles van. Tuurlijk, ik heb al zelf jaren bij de mijnopruimingsdienst gezeten. Ja goed, dat zegt mijn instructeur, maar daarom kan ik wel weten. Goed, doe nog maar even rustig aan en kijk het even voor je na. De X zegt... X. Ja, Bakema, ik heb de X, hoor. Zeg, wat voor nummer stond er ook weer achter? 772, één moment. 1. 2. Kijk maar, Bakema, daar waren een paar bladzijden uit het boekje. Nou, jong, dat is een hele goeie. Ja, deze splinters. Nou, ik ga het even uitleggen. Aan de onderkant van de bladzijde staat... De demontatie moet als volgt geschieden. Dubbele punt. Let op. Aan de achterzijde van de bom bevindt zich een rechthoekig plaatje. Heb je dat gevonden? Ja, aan de achterzijde. Ja, god, maar leg hem dan op de punt. Goed, heb je dat plaatje gevonden? Oké, dat plaatje dat is bevestigd staat hier met 4 schroeven. Heb je die ook? Oké. Die 4 schroeven dient men los te draaien met een anti-magnetische voortapse schroevendraaier met een handvat op nylonbasis. Ja. Ja, hij die weer niet bij je. Ja, Bakema, dat duurt toch met een kwartje? Ja, dan kan je me veel vertellen, Bakema, maar zo slecht is nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering. Oh, heb je dat toch los, dat is nu echt nog gedaan dan? Met een knoop waarvan? Ja, maar dat kan je toch niet maken, Bakema?
Natuurlijk kan het niet maken, nou, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een boom op strand vindt. Waar blijft er een avontuurvorm over? Nou goed, in ieder geval dat plaatje dat hij eraf, hè. Nou staat hier dat er twee draden zichtbaar moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, driemaal verankerde... ja, dat is de koffie overheen gaan, dat kan ik niet meer. In ieder geval, die twee draden mag je niet met elkaar verwarren. De een heeft de kleur van grijsachtig blauw... en de ander van blauwachtig grijs. Dus let nou op, als je die twee draden met elkaar verwart, krijg je kortsluiting. En dan kunnen we eigenlijk in het korps wel spreken van Bergemaat, was een aardige jongen. Maar hij had... Hallo. Hallo. Hallo, Bergemaat. Bergemaat. Hallo. Nou, heb zeker opgehangen.